Johnny de Mol heeft genoten van de opnames van Camping de Wildernis, waarin hij vier kamperende families mocht ontmoeten. Ze hielden allemaal van kamperen, maar ze hadden weinig ervaring met reizen. Sommigen hadden zelfs nog nooit in een vliegtuig gezeten. Ze wisten alleen dat ze geselecteerd waren op basis van hun passie voor kamperen, verder niets, vertelt Johnny in libelle. Elke familie had een bijzonder verhaal om te delen. Het was aan Johnny om dat verhaal naar boven te halen. Iets wat hij nu misschien nog beter kan dan vroeger. Ik heb misschien wat meer kleuren in mijn palet gekregen. Maar het belangrijkste is hoe je je voelt. Je moet je op je gemak voelen en dat was daar zo. Verder moet je niet vergeten dat luisteren belangrijker is dan praten. Mijn zus zei altijd: God heeft ons twee oren gegeven en één mond. Als hij had gewild dat we meer zouden praten, hadden we wel twee monden gehad. Er zijn maar weinig mensen die echt luisteren.